We draaien een paar scènes, dat is de stempelpost van Sneek. Het is niet het verhaal van Reinier Paping die de Elfstedentocht wint. Het zijn de ontberingen van de toerrijders. En die hebben het natuurlijk ook een stukje zwaarder gehad omdat de weersomstandigheden steeds slechter werden. Ik speel Kees Bartels. En Kees is een beetje vrijbuiter, enthousiaste jongen. Ik bel mijn vrouw en dan hoor ik van de moeder van mijn vrouw dat zij aan het bevallen is. En dan zegt mijn vrouw's moeder van, nou wacht even, je kan beter niet komen. Omdat zij dat niet wil, omdat ze eigenlijk mij heeft opgegeven. Het gaat over doorzetten, het gaat over volhouden, maar het gaat voornamelijk over daar doorgaan waar een normaal mens stopt. En er komt een oerkracht naar boven waarin hij laat zien dat hij werkelijk iets kan zijn. In 1963, u heeft hem gereden. Hoe was die dag? Hij was heel zwaar. Hij was heel veel sneeuw, heel smal baantje, heel veel mensen op het ijs. En 's morgens was er weinig wind, 18 graden onder nul. Dus, en dan begin je, en dat ging voor de wind aan vanzelf in het begin. Maar toen we daar in Gaasterland terechtkwamen, toen we me eens doen, toen verdikken we, toen waren het harder door oosten. En dan weet je, als je daar bent en je moet naar Dokkum, dat lang hen werd en die wind nam alleen maar toe. En op een gegeven moment was zelfs de windkracht 7. En dan ga je door een sneeuwmaas heen en dan val je af en toe. En dan weet je eigenlijk niet meer waar je schaats. Je bent een van de 69 die het heeft gehaald. Oh. We hebben een held in ons midden. Heb jij hem ook gereden in 1963? Ja, zeker. Heb je hem uitgereden? Ja, zeker. Ja. We hebben 2 van de 69. Ja, ik had me toen voorgenomen om zo lang mogelijk vol te houden. En ik ben morgens om 6:30 begonnen. En ik was om 10:40 samen met George Wijman was ik dus binnen. Dus dat 18 uur geworsteld en gewurgd. Het heeft me een doos sigaren gekost, want ik had die doos sigaren mee. Dus die was op. Het heeft me 10 sigaren gekost. Oké, stand by. Het is een origineel scenario. We hebben het gebaseerd op verhalen, op anekdotes van schaatsers die de tocht echt hebben volbracht. En dus we zijn bij Henk Gemsen geweest, Jan van den Berg, Paping. Ik kende de tocht natuurlijk wel en ik had het script gelezen en je verliep je er een beetje in. Maar als iemand echt jou vertelt wat voor barre omstandigheden dat waren en dat het echt op leven of dood was daar. Nou, dat is uit iemands mond horen na zoveel jaar later en nog steeds zo beeldend kan vertellen, helpt dat enorm voor een acteur. Ik ben gekomen tot Oudkerk en daar werden we er afgehaald door de politie omdat het niet meer te doen was, zeiden zij. Het is een heel hard gelag als je 10 kilometer vooruit moet stoppen. Henk Gemsen, die met tranen in zijn ogen ons vertelt in 3 kwartier, hij had nog 4 uur door kunnen vertellen, maar in 3 kwartier het verhaal vertelt van zijn tocht. En zo emotioneel raakt, omdat het dus zo'n impact heeft. Als je dan uiteindelijk na dagen ontdekt dat er dus maar zo weinig binnen gekomen zijn, dan heb je wel een trots gevoel. Iedereen was bevroren, iedereen of iemand had bevroren ogen of tenen, maar iemand had ook bevroren edele delen. En dat daar gewoon vrouwen stonden en die stonden die ballen warm te maken, te ontdooien werd. En dat daar helemaal niet gek van opgekeken werd. Ik had een buurman, die had 5 kruisjes aan de wand hangen. En als je daar dan langs liep, moest je eigenlijk ook diep de hoed of de pet afnemen. Hij zei, dat is een, ik zie man, 5 keer. Ja, zei, het is heel eenvoudig. Op tijd begonnen, nooit weer stoppen, dan kom je vanzelf bij tent. Naarmate ik ouder word, denk ik steeds vaker dan terug, ja. Ja. Wat is dan het gevoel wat overheerst? Ja, dat ik het niet uitgereden heb, hè. Dat is heel jammer. Ja, dat is nou eenmaal zo. Als die tocht ooit komt, dan wil ik maar 1 ding, dan wil ik hem rijden. Want ik wil dit meemaken. En stop,